Hey iedereen, het is weer tijd voor een kookvideo vandaag. En ik had heel erg veel zin om weer een keertje een cake te gaan bakken. Dus dat ga ik vandaag met jullie doen. Het is een hele bekende oldschool cake. We gaan vandaag namelijk marmercake bakken. Voor het maken van de marmercake heb je maar een paar ingrediënten nodig. En dit zijn ze allemaal. Om te beginnen begin ik hier links met kristalsuiker. Dan hebben we zelfruisend bakmeel nodig. Ongezouten roomboter. Een paar eitjes. En pure cacaopoeder. Gebruik het liefst voor deze taart of voor deze cake ongezoete cacaopoeder. Dan wordt de chocoladesmaak lekker sterk. Alle exacte hoeveelheden staan hieronder in de beschrijving. Ik ga beginnen met het romig kloppen van de boter en de suiker. En ik ga daar zometeen mijn standmixer voor gebruiken. Maar je kunt dit natuurlijk ook met de hand doen. Dan is het alleen even ietsjes meer werk. En ik doe gewoon alle boter in de kom. Zorg er echt voor dat de boter op kamertemperatuur is, want dan wordt het mixen alleen maar beter. En bij de boter mag gelijk alle kristalsuiker. En dit mixen we even door totdat het een licht romig mengsel is geworden. Het is de bedoeling dat je boter-suikermengsel er ongeveer zo uitziet. Mooi licht geel gekleurd en super romig. Nu is het tijd om de eieren door toe te voegen. En ik ga nu gewoon met de hand verder. En ik voeg één voor één een eitje toe. Deze schep ik er eerst goed doorheen, zodat het goed gemengd is, voordat ik het volgende eitje toevoeg. Deze stap herhaal je gewoon totdat je al je eieren in het beslag hebt gedaan. Boter, suiker en de eieren zijn goed met elkaar vermengd, dus zoals je ziet is het echt een mooi vloeibaar beslag geworden. Nu vind ik het zelf wel lekker om de cake een kleine vanillesmaak mee te geven, dus ik ga nog een klein beetje vanillearoma toevoegen. Dit is gewoon in de supermarkt koop. Ik gebruik ongeveer een theelepeltje. En dit roer ik er ook nog even doorheen. Prima zo, je ruikt echt gelijk die vanillegeur al. Nu is het tijd om het zelfrijzende bakmeel toe te voegen. En ik doe dat gewoon in één keer. En met behulp van de pannenlikker ga ik dit omscheppen tot een egaal cakebeslag. In principe is ons basiscakebeslag nu klaar. Je zou dit al in de bakvorm kunnen storten en de cake afbakken. Dan heb je gewoon een neutrale vanillecake. Maar we gaan natuurlijk een marmercake maken en daarvoor hebben we ook nog chocoladebeslag nodig. Dat is super eenvoudig. Ik schep ongeveer een derde van het cakebeslag wat we hebben gemaakt even in een andere kom. Maar iets meer erbij nog. Zo. Zet ik het vanillebeslag heel even aan de kant en dan voeg ik hier het cacaopoeder aan toe. En die schep ik hier nog even goed doorheen totdat het een egaal chocoladebeslag is geworden. Dit is perfect. Ik heb hier mijn cakeblik. Deze heb ik goed ingevet met een beetje olie en bekleed met een vel bakpapier, zodat de cake straks makkelijk te verwijderen is. Ik voeg eerst mijn chocoladebeslag toe. Ik vind het namelijk zelf het mooist als het chocoladebeslag onder in de cake te zien is. En het vanillecakebeslag erbovenop ligt. Dat is even een gedoe, want het chocoladebeslag plakt ontzettend erg. Dus je moet wel even een andere spatel gebruiken om het beslag mee af te schrapen. Zo, en dit chocoladebeslag verdelen we natuurlijk over de bodem van de cakevorm. Zo, en dan mag hier het vanillecakebeslag overheen. En je zult zien dat dat een stukje makkelijker gaat, want het is een iets dunner cakebeslag. En nu gaan we de cake afbakken. Ik heb de oven voorverwarmd op 150 graden Celsius. En ik schuif dit cakeblik midden in de oven en ik verwacht dat de cake ongeveer een uur en een kwartier nodig heeft. Hou hem goed in de gaten. Testen of de cake al gaar is kun je doen door een satéprikker in te prikken. Komt deze er schoon uit, dan is de cake goed. De cake is helemaal klaar en ik heb hem ook al ietsjes laten afkoelen. Dus nu is het tijd om hem te gaan aansnijden. En ik pak gewoon even een broodmes. En ik begin gewoon aan één kant met snijden. Ik ben heel benieuwd hoe die er van binnen uitziet. Ah, kijk. Je kunt het al een beetje zien, hè, hoe mooi die is geworden. Het is niet helemaal een marmerpatroon, maar dat vind ik eigenlijk wel. Op deze manier vind ik hem eigenlijk het mooist. Maar kijk, terwijl je van dichtbij laat zien. Zie jij, hij is echt perfect vanille en chocola. En beide stukken cake zijn mooi gaar geworden, zonder dat ze droog zijn geworden. Dus, we gaan gauw proeven. Nou, zoals je net al hebt kunnen zien, is de chocoladelaag en de vanillelaag heel erg mooi van elkaar gescheiden en is het echt een marmercake geworden, of in ieder geval een lekkere chocolade vanillecake. En hij ruikt echt verrukkelijk en hij voelt ook heel erg fijn, dus ik kan niet wachten om te proeven. Dus dat ga ik gauw doen. Probeer even een hapje van allebei te nemen.
Jam. Oh, die chocoladelaag is echt heerlijk intens. En die vanillelaag is heerlijk zacht. En ik vind de chocoladelaag niet overheersend. En zo vind ik de marmercake het lekkerst. Als je echt wel beide soorten cake proeft. En niet alleen maar all over chocola. Hij is echt heel erg lekker. Hij is lekker sompig. Absoluut niet droog. En het randje van de cake is echt heerlijk krokant. Het is echt perfect geworden. En heel erg leuk om te serveren natuurlijk als je visite hebt. Want de cake ziet er gewoon heel erg lekker uit. En hij is gewoon een stuk lekkerder dan de marmercake uit de supermarkt. Mocht je aan de hand van dit recept voor de marmercake nog vragen hebben, stel ze dan gerust hieronder bij de comments. Echt, ik hoop dat ik je er antwoord op kan geven. Vergeet dan ook niet gelijk om je suggesties voor andere recepten achter te laten. Want dan ga ik daar lekker mee aan de slag. Bedankt voor het kijken. Abonneer je even op mijn kanaal hierna. Want dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste video's. Mocht je dat natuurlijk nog niet hebben gedaan. En dan zie ik jou heel gauw weer. Doeg!